Zo mensen, ik ben nog in een kleine livestream bezig. Ik ben ook nog in een stukje vlog aan het nemen met mensen, dus ja. Ik ben ook aan het livestreamen met mensen, dus via de vlog, dan weten jullie dat ook. Ik ga dus zo Coast... Wacht. Hoe noemt het net weer? Midnight Ghost Hunt spelen. Zo was het. Dus ik ga dan nog wel livestreamen. Dus tot en met 10 uur. De laatste kwart na 10. En dan ga ik ook jullie afscheid nemen. En even ook voor in de vlog te steken voor Alexander Roelens. Een shoutout naar jou toe. Voilà. Zowel hier in de livestream als in mijn vlog steeds je nu. Dus jawel. Dankjewel om te kijken. Wie wil er nog een shoutout? Doe het nu. Dan ofwel onderaan hier in de comments voor de vraag zeg jij, ik wil ook nog eens een shout-out doen naar die persoon of naar die persoon, dan kan dat. Voilà. Dus laat het hieronder in de comments weten, dan weten jullie dat. Dus ik ga nu gamen! Ja mensen, ik ben een backup aan het maken van mijn C-schijf. Het wordt gewoon... erg. Ik ga dus mijn zeeschijf helemaal nog eens formateren. Dan alles rustig daar terug opgooien. Maar mijn belangrijke bestanden ben ik het nu aan wel nog gaan proberen nog te redden. Maar ik kan redden, hè. Dus even kijken wat hier nog in staat. Galerie. Nee. Oké. Dan heb ik hoogstwaarschijnlijk wel alles. Dus even kijken. Ja. Een van de 10 kansen heb ik dan nog wel alles. Ja. En dan ga ik eens moeten uitzoeken hoe ik dat hier eens terug... Opties, zoekinstellingen. Nee. Dat wordt dus nog echt zoeken, man. Dat wordt dus nog echt zoeken op mijn computer hoe ik moet formateren. Godverdomme, ik weet het dus echt niet meer hoe dat moet. Oh. Eigenschappen misschien? Ja, ik heb het, denk ik. Ik heb het. Windows updates, nee. Toegankelijkheid, oh my god, dat staat ook al veel. Mijn apparaten zoeken, nee. Toegankelijkheid, nee. Ja. Gaming, tijd en taal, dat staat ook goed. Account. Windows backup maken? Nee. Backup maken van bestanden? Misschien hier. Bestand, geschiedenis, betaling. Wacht, recente aankoop van. Heel goed betaald. Nee, rewards, abonnementen. Misschien bij systeem. Systeem herstel. Oké. Problemen met de... Nee, deze PC opnieuw instellen. Ja. Dat gaat hem worden. Ja. Dus ik ben nu nog even mijn C-schijf nog wat leeg aan het maken. Muziek heb ik niks, hè? Nee, prullenbak. Oh, daar zat weer al veel in.
Zat ook toch redelijk wat in. Even kijken nu op mijn dingen. F5. Oké. Dan gaan we dat eens doen. En dan straks misschien, kijk hè. Dus alles is gebackupt. Dus ik heb, dit zijn echt de belangrijke dingen. Hoop ik toch. Het is niet zo goed. Fuck. Stel je voor dat ik iets kwijt geraakt. Ja, ik weet ook nog wat ik moet doen. Ja. Dat is nog één ding. Klapblok. Al die dingetjes opslaan. Bestand. Opslaan als FOM. Wacht hè. Backup C, documenten. Frik. Voilà. Ja, die wil ik vervangen. Dan, ja, Lucas moet ik niet hebben. Niet opslaan. Xlan wel. Opslaan als Xlan. Bestand opslaan als. Oké. Dat is ook al goed gebeurd. Dit mag weg. Niet opslaan. En dit mag ook weg. Niet opslaan. Just op tijd. Oké, nu de volgende stap. Dames en heren, de volgende stap dus in de Psycho TV wereld. PC. Nieuw. Instellen. Nee, alles verwijderen. Dit duurt niet lang. Lokaal opnieuw installeren vanaf dit download uit de cloud. Volgende. Dit duurt niet lang. Oké. Okay. We gaan eens even kijken of dat niet lang duurt. Ja, da. Klaar om deze PC in te stellen. De PC opnieuw instellen heeft de volgende effect. Alle persoonlijke bestanden en gebruikaccounts op deze PC worden verwijderd. Alle wijzigingen die u hebt aangebracht in instellingen worden verwijderd. Alle apps en programma's die niet werden meegeleverd met deze PC worden verwijderd. Windows downloaden en opnieuw installeren. Opmerking, dit kan even duren waarna de PC opnieuw wordt opgestart. Voor het downloaden vanuit de cloud kunnen we meer dan 2,66 gegevens worden gebruikt. Oké, opnieuw instellen. En je ziet, we zijn vertrokken op een zuivere PC. 48% al, dus ik kan niet meer terug nu. Ik hoop dat ik toch echt alles heb overgekopieerd. Maar ze biedt toch eens wel eens beginnen gaan richting mijn bedje gaan te gaan. Ik wil gaan slapen. Ik wil echt gaan slapen. Ik heb Supermarkt Tycoon gespeeld. Ik hoop niet dat die save game nu ook weer al volledig weg is. Ik hoop dat Steam dat ook opslaat. Ik ben echt benieuwd hoe mijn PC er zelfs qua snelheid en al ter wereld gaat vorderen. Misschien ook met het qua renderen dat het dan ook wel allemaal weer al wat sneller gaat. Want ik weet toch niet de laatste tijd wat ik allemaal heb binnengehaald en terug verwijderd heb. Doe maar op. Staat iets van downloaden. 95%. Dit apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart. 99%. We gaan eens mee kijken wat er gaat gebeuren. Dem, 100%, dames en heren, 100%. En wat gaat er na 100% gebeuren? Wil PC opnieuw opgestart worden? Ik weet het niet. En PC, hè? Ik
Gaat je opnieuw opstarten? Doet niets, hè? Ik ga eens met het programma eens bewegen. Hallo, word wakker. Word wakker. Gebeurt weinig, hè? Gebeurt echt weinig. Ah ja, dan moet ik ook nog. Zeg, vraag je mensen, als jullie een programma weten waarmee ik ook Windows automatisch kan laten afsluiten op een bepaalde uur, dat ik er zo in te stellen, laat het hieronder in de reacties weten. Bijvoorbeeld als ik aan het renderen ben of aan het uploaden ben op YouTube. En pap, bijvoorbeeld, het duurt 30 minuten voor het te uploaden. Dan wil ik niet dat continu mijn pc ook blijft aanstaan als hij gedaan heeft met uploaden, als ik ook aan het werken ben. Als jullie zo'n programma weten van, kijk, dat is zo'n goede programma die ook automatisch wat je de bepaalde uur kan instellen en datum kan instellen wanneer die automatisch moet afsluiten, laat het hier echt onder in de reacties weten. En ondertussen tijd blijft het maar op 100% staan, hè. Waarom doet hij niks verder? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga dit sluiten. Misschien dat dat helpt. Dit sluiten. Misschien helpt dat. Ik heb het nu op een ander scherm gezet. En ik wil gaan slapen, hè, mensen. Ik wil echt gaan slapen. Weet je wat? Het duurt veel te lang voor mij. Ik ga op annuleren klikken. Voilà. Ik ga het morgen doen. Ik ga het morgen vroeg doen. Dus het kan zijn dat deze vlog dan ietsjes later online komt dan normaal gezien. Dan weten jullie dat ook hoe het komt. Dus ik ga ook mijn pc helemaal cleanen. Dus helemaal opnieuw alle software eraf en terug dan erop gooien. Dan weten jullie dat. Dus vergeet geen leuk. Oh, te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Zo wil ik altijd dat ik zeg. Yo.